Berchem heeft er een rotseizoen op zitten, iets wat zeker niet voor herhaling vatbaar is. En daar moet de nieuwe T1 voor zorgen, Erik van Meijer. De ex-Rode Duivel begon zijn spelerscarrière bij Berchem en is dan ook heel blij om terug te zijn. Ja, plezant hè. Ik moet zeggen, er is nog niet echt heel veel veranderd, dus dat is natuurlijk wel een heel grote nostalgie. Maar ik ben heel blij dat ik hier terug mag staan als hoofdtrainer van Berchem Sport. Van Meijer heeft als assistent en als hoofdcoach ervaring opgedaan bij Lierse. Maar sinds januari zit de Antwerpenaar zonder club. De motivatie is dan ook niet ver te zoeken. Ja, heel gemotiveerd als je weet dat ik sinds januari al niks gedaan heb. Ik ben in januari aan de zijkant aan de kant geschoven bij Lierse. Dus ik heb echt wel afgeteld tot deze dag, de dag van de eerste training. Ik hoop dat de spelers ook hetzelfde gevoel hebben. Vorig jaar moest Berchem tot de laatste speeldag aan de bak om behoud te verzekeren. Dat scenario mag zich dit jaar niet herhalen. De trainer steekt zijn ambitie dan ook niet onder stoelen of banken. Oh, ik wil geen stoute uitspraken doen, maar ik denk dat het logisch is dat we inderdaad beter moeten doen dan van vorig jaar. Niet alleen qua resultaten, maar ook qua spel. Ik ambieer een beetje een plaats in de linkerkolom, dat zou wel een succes zijn. En voor dat resultaat zullen aanvallers als nieuwkomer Vincenzo Verhoeven moeten zorgen. Ook hij brandt van ambitie en weet wat hem te wachten staat. Ja, als spits inderdaad. Je komt er altijd wel iets meer druk op de schouder te liggen, maar ik denk dat er nog andere spitsen zijn die perfect deze rol ook mee kunnen spelen. En ik zal zeggen, het komt wel goed. Ook in Capelle zijn de voorbereidingen gestart. Johan Laurijsen, die de overstap maakt van Sint-Leenaerts, moet de ploeg na een grijs seizoen terug op het juiste spoor krijgen. Ik zie gretigheid, ik zie gedrevenheid, ik zie een groep die wil. Daar kunnen wij uiteindelijk alleen maar dankbaar voor zijn. We kunnen niet meer doen dan ons best. Laten we gewoon ons best doen en hard werken. En dan zullen we wel zien wat het schip strandt. Een van de versterkingen in de ploeg is ex-Antwerpspeler Robbe Kil. Na de eerste training houdt hij er al een goed gevoel aan over. We hebben vandaag al stevig getraind en toch al een aantal goede dingen laten zien. En ik denk dat de ploeg wel goed zit. En gewoon zo hoog mogelijk proberen te eindigen. De eerste grote test is een oefenwedstrijd nu vrijdag tegen Antwerpen.